Hallo allemaal, ik breng u een free-for-all on backlot. Ik geloof dat ik P90 gebruik met Bomb Squad, Stopping Power, Dead Silence. En begin zie ik dat ik maar een 2 bar heb, dus het is eigenlijk wel een goed ding dat ik de P90 genomen heb, want dat helpt u de lijken wat counteren. En als je fast firing weapons helpt u lag counteren. Daarom dat FAMAS, rapid fire, SMG's en alles zo populair zijn op lag ops. En als je pre-fired, als je weet dat er iemand komt en je vuurt voordat je hem ziet, dat kan ook helpen soms. En hier ben ik wachten op mijn UAV suite voor like move. Ja, ik speel meer nog defensiever als anders op een 2 bar, want iemand met een 3 of een 4 bar die is beter dan u omdat je zo'n connectie voordeel heeft voor zwart. Wat gaat je eraan doen? Niet veel, dat is Activision, hè. Toen we te gierig voor derde keer de servers te geven. Probeer ik voor een Zeus grenade, maar ik denk dat het niks is. Nu ben ik aan het zoeken waar iedereen is, ik vind maar niemand. Ik zie op mijn map dat richting de construction building hier, waar het plat van hier komt. En dat is wel een redelijk populaire spot op de map. Er komt heel veel volk op af voor een of andere reden. Maar ook een goeie idee van altijd je pistol te switchen naar een ander wapen. Maakt niet uit wat het is. De biel steekt mijn kill. Long range kill met de P90. AK-47U is een van mijn favoriete SMG's in Call of Duty 4. Eigenlijk, ik heb de P90 is ook een favoriet voor mij. De Uzi en de Scorpion vind ik niet echt fantastisch op Call of Duty 4. Ik weet niet voor waar, maar MP5 is wel oké, maar iedereen gebruikt die, dus ik weet het in ieder geval anders te vinden. Toen was Call of Duty 4 nog in zijn hoogdagen was, gebruikte heel veel mensen dan MP5. Niet dat dat slecht is, maar het is een goede gun. Iedereen constant met hetzelfde rondloopt. Hier is een voorbeeld van de lijk. Ik moet een heel clip gebruiken voor die keer om neer te sprayen. Dat is wat lijk kan doen. Half van uw kogels hitten niet te goed of hitten helemaal niet. P90 heeft toch wel goede range van de server. Enfin, heel redelijk accuraat ook. Ik ben nog zoals ik die AK hier heb opgepakt, want ik ben volledig out of ammo. Hey, tank killstreak. Waarschijnlijk loop ik gewoon door die kerels van kogels en omdat ik op een 2 bar zit. Hey. Dat is waarschijnlijk 9 van de 10 is dat probleem, dat ze mij niet hitten. Maar ja, dat kun je ook niet voor. Dat is, ja, zoals ik al zei, Activision moet eens wat money investeren in hun games, maar ja, dat doen ze niet. Die steken zo min mogelijk erin steken en zo veel mogelijk erin. En hier wat ik zand wist. Ik wist niet wat doen. Zwaar. Oké, 2 man, één in je rug en één van voren, daar haal je toch meestal niet van. Je moet heel veel shots en die glijdt van de ladder af of zoiets, ik weet het ook niet. En ik laat de grootste race quitten, dat is wel altijd funny. Maar ja, ik hoop dat het goed was en ik hoor je later wel. Joep.